Kijk, goedenavond. Een van deze drie dames is een echte operazangeres. Oh jeetje nou, joh. Ja, en jullie moeten zo meteen natuurlijk gaan raden wie dat is. Oh, god. De echte operazangeres die heeft gisteravond voor ons deze aria prachtig ingezongen. Nu gaan deze dames alle drie playbacken. Oh, dat kan. Jullie moeten dus aan de hand van hoe ze bewegen, ze zingen dus nu niet echt, raden bij wie hoort deze stem? Oh, ze staat helemaal te genieten. Ja. Okay. Ja, ik ook. Je weet het zeker? Nou, ja, roep het vooral nog niet hardop. Waar speel je voor? Is het mevrouw A, mevrouw B of mevrouw C? De echte operazangeres. Oké, we gaan kijken. Allebei C. Ja. Fred Oldeway voor 10 punten. Ja. En wat is het wat jullie zien, jongens? Even, nou, ik dacht het al voordat de muziek aanging, eigenlijk. Mevrouw C, dat is een operazangeres. Operazangeres, dacht ik. En zeker toen ze die mond opendeed, dacht ik. Ja, dat met haar handen ook mee. En helemaal alsof ze live kan zingen. Maar dat is dus eigenlijk, ik bedenk me nu ineens... Ik ben best goed in playbacken. Dat zeg ik het zelf. Maar als ik playback, dan ga ik helemaal all the way... Maar de mensen die zingen, die doen dat natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Dan zou het misschien dus het is weer niet C. Het is, ik heb wel C gedrukt voor 10 punten. Maar zij heeft zich zo ingeleefd. Zij ging er helemaal in. Ze is prachtig. Heel natuurlijk was okay. En nummer A, dat is een prachtige, leuke, charmante, lieve vrouw, maar die kookt. Het is B. Maar ik heb voor C gekozen, dus het slaat weer helemaal... Ja, je speelt tactisch. Oké, okay, heel even snel hier. Wie denkt A? Wie denkt B? Ja, het is B. Yeah. En wie denkt C? Nee. Oeh, B of C? Ja. Oké, laten we dit uit gaan spelen. Jullie denken in ieder geval allebei C. Mevrouw A, zou u een stukje voor ons willen zingen? Oh, ja. God. Oh, dat is leuk! Loco, kerende, komt het niet. Dankjewel. Dankjewel. Koken jullie het ook niet? Nee, geen zangeres. Nee. Oké, is het B of is het C, jongens? Laten we beginnen met mevrouw C. Ja. Zou u voor ons als operazangeres volgens mij twee gasten een stukje willen doen? Ja. L'oiseau que tu croyais surprendre, petit les s'envola. Nee, je bent het ook niet, hè? Jullie zaten dus lekker naast je en zag het goed. Nou ja, tot slot, jongens, willen we natuurlijk even genieten van deze prachtige stem. Zou je nog een stukje kunnen zingen? Ja, tuurlijk. Dankjewel, dankjewel. Heel goed.